warm welkom bij de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2021. Vandaag brengen we die natuur van buiten naar binnen. In een ode, in muziek, in beeld. Elk jaar zetten we eigenlijk het spotlight op een organisatie, een icoon, die voor ons in het oeuvre van cultuur of natuur laat zien dat als je je daar continu voor inzet, daar aandacht voor vraagt, dat dat iets teweeg brengt voor ons in onze maatschappij en ook voor de toekomst. Educatie betekent dat er in je hersenen iets gebeurt, iets triggert, waarvan je denkt van, waarom? En kleine kinderen beginnen er al eigenlijk al mee. En Tiny Forest, wat houdt dat ook alweer in? We plaatsen dat bij een basisschool. We planten het met de kinderen en met de leerkracht. En het wordt een buitenleslokaal. En de buurt zorgt ervoor. Een groen schoolplein. Takken vliegen in het rond als de herfst opkomt. Een groen hart zit in elk persoon. Als ik denk aan de herfst, denk ik nu aan een groene school. Met mooie bomen. De natuur is hip. De natuur staat niet in de rij. De natuur, dat zijn wij. Zoals de natuur zorgt voor ons, zo zorgt IVN voor de natuur. Het werk van IVN is niet alleen uitgebreid en zeer divers. Het is letterlijk van levensbelang. Majesteit, mag ik u verzoeken de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs uit te reiken? Dank u wel. Dan krijg je het ereplaats.